Yo, what up, Low Gang? Today, new vlog on my channel. Yo, what up, Low Gang? Haha, Logan Paul here. Ready to suck some dick. En zo is deze video ook erg die monetized. Nice, nice. Vandaag een video die ik normaal zou maken terwijl ik Cuphead speel. Dat heb ik geprobeerd, al 4 keer. Het is elke keer gruwelijk verkeerd gegaan. Mensen zeggen als je geen Cuphead kan spelen, kan je niet gamen. Dan ga ik daar gewoon mee akkoord. Ik kan niet gamen, Cuphead is te fucked up. Te fucked up, echt gewoon volledig erover. Dat spel is illegaal. But we pay 20 euro's of 30 euro voor dat spel, geen probleem. Vandaag een video over onze grote vriend Logan Paul. Hey, de mensen die denken dat het thumbnail clickbait is, nee. Zo zijn we daar ook al vanaf, snap je? Kijk gewoon deze video uit. Moest deze video toch advertenties hebben? Je kan het zien in de comments. Ja, als deze video gedemonetized is, dan heb ik wel gecomment onder de video. Als die wel gemonetized is... Kijk dan alsjeblieft alle advertenties uit en haal mij door de scare tijden. Ja, het is echt vreselijk. Zet je adblock uit ofzo, snap je? Gun mij. Onze grote vriend Logan Paul. Hey. Jullie gaan dit waarschijnlijk ook niet geloven, maar ik was een van de allereerste subscribers van zijn YouTube channel. Zo, het was 's nachts en hij had zo gedeeld op Twitter dat hij zijn YouTube channel had aangemaakt. En ik was zo direct naar zijn channel gegaan. Ik had zo gefilmd met Snapchat dat ik geabonneerd was en ik zo nummer 4 was ofzo. Ik had dat naar hem gestuurd op Twitter, maar ik vind die video niet meer. En Snapchat heeft al mijn herinneringen verwijderd vanaf zomer 2016. Dus fuck Snapchat. Snapchat mag ook sterven. Vandaag gaan we een video maken over Logan Paul. Niet over zijn broer. Everyday, bro. Maar gewoon over Logan Paul. En ik zag jullie in het begin al, ik heb bijna niks slechts om te zeggen over Logan Paul. Echt niks. Ik ben zelf fucking fanboy geweest. Ik zat ook in de Low Gang. Lang geleden wel. Een jaar of zo, of een jaar en half. Zijn vlogs zijn gewoon leuk. Je kan zeggen wat je wil, maar hij is gewoon leuk. En mensen die Logan Paul haten, die haten Logan Paul niet. Die zijn gewoon fucking jaloers. Daarover maken wij vandaag een video. Je kan hem haten, maar dan ben je gewoon jaloers en dan haat je jezelf gewoon. Waarom? Je kan liegen hoeveel je wil. Je kan blind zijn en het nog niet zien. Logan Paul is gewoon... Hij is gewoon lekker. Ik wil niet zeggen dat hij op een god lijkt of zo, want dat hij is het niet. Maar hij is gewoon zo de kruising van Achilles. Zo die guy van Troy. Hij is gewoon nice. Hij is breed. Hij fitness veel. Hij heeft haar. Hij heeft haar. All my troubles seem so far away. Net mensen voorbij mijn deur aan het lopen die heel raar naar boven aan het kijken. Fuck jullie! Hij heeft haar. Ja. Hij heeft mooi. Lang haar. En hij heeft veel geld. Hij is nice, hij heeft een mooi lichaam en hij heeft veel geld. En hij woont in Hollywood en hij leeft het leven. Hij heeft gewoon alles wat hij wil hebben. Hij heeft bitches, hij heeft chickies, hij heeft mooie vrienden, hij heeft veel geld. Hij woont in een fucking grote villa. Ja, er zijn wel een paar redenen waarvoor hij hem echt tot de dood kan haat eigenlijk. Toen hij ontslagen werd bij Vine, omdat Vine dood was, kwamen er ineens miljoenen Viners naar YouTube. En snap je, YouTubers hebben altijd zo al gedacht over Viners, omdat YouTube volgespamd werd met van die Vine compilations. En elke YouTuber denkt, van Vine compilations. Want hij is zo, ja, dat is zo. Meh. Dus toen al die Viners naar YouTube kwamen, nee. Snap je, ze waren gewoon vanaf moment 1 sell-out. Ze hadden door hoe clickbait werkte, ze wisten wat ze moeten doen, ze kregen fucking veel views. En toen heeft Logan Paul de ene fout gemaakt die ervoor gezorgd heeft dat mensen wel legit een reden kunnen hebben om hem te haten. Hij heeft die fucking kleurenblind video gemaakt. Waarom? What the fuck was dat? What the fuck? These glasses are gonna cure my colorblindness forever. I'm gonna see colors for the first time in my life. Snap je, maar zo'n video, ja, dat springt iedereen op je. Dat moet je niet doen op YouTube, op Vine kon dat misschien, maar op YouTube, nee. Dat is hetzelfde als een meisje haar nek breken en een livestream. Dat kan je niet doen. Die video is al fucking viral gegaan. Grote YouTubers zijn kleurblind en dan wordt gekeurd door een zonnebril. Al die mensen zijn achterlijk, hebben geen hersenen. Die zien niet dat die shit fake is. Als jij dacht, tot vandaag, dat die video echt was. Fuck this shit, I'm out. What the fuck? Oké, dat is niet het enige. Misschien is hij ook wel een hele grote sell-out. Ik weet niet hoeveel van jullie zijn commercial hadden gezien van Dunkin' Donuts. Oh, hell no. Yo, what's up guys, it's Logan Paul. And I'm gonna show you how to use the on-the-go ordering feature on the new Dunkin' Donuts app. Step 1. Kill yourself. Heeft hij gefilmd in 2 dagen. Heeft daar $200,000 mee verdiend. Die commercial was niet eens zo goed. En hij is dan naar Hollywood verhuisd en zo. En je kan zeggen dat hij een sell-out is. Maar uiteindelijk in de kern is elke YouTuber een fucking sell-out. Behalve ik. Omdat ik wel sell-out wil zijn, maar zo een deel van mij wil geen sell-out. En dan reageren mensen onder mijn video's. Hey, zit! Doe campagnes! Verdien geld, we gunnen het je. Kijk, ik doe het niet omdat jullie het rare zouden vinden dat ik campagnes zou doen. Ik doe het voor mezelf, snap je? Als ik een campagne maak ooit en ik upload dat op mijn channel, weet dat dat gewoon is omdat ik echt broke ben. Niet omdat ik een campagne wil doen of zo, gewoon omdat ik broke ben. Omdat ik het geld nodig heb, snap je? Omdat ik. Weer allemaal mensen. Fuck jullie, kijk niet zo naar mijn camera, what the fuck? Jij dat school gedaan is.
Ja, ja, waarschijnlijk. Zijn colorblind video, zijn Dunkin' Donuts commercial. Gewoon het feit dat hij naar Hollywood is verhuisd. Het is zo'n grote flat, zodat hij, ja, weet ik veel, meer geld kan verdienen. Snap je, hij is gewoon een mekpunt van haat. En dat ook door zijn broer. Dat ook door Rice Gum. Als je Jake Paul haat en je ziet dat Logan en Jake samen shit doen, ja, dan haat hij Logan ook. Als je jaloers bent op het uiterlijk van Logan en je ziet hoeveel geld hij heeft, en je hebt zo door van, fuck, dat ga je nooit kunnen doen in mijn leven. Waarom heeft hij dat? Hij verdient het niet. Dan haat je Logan Paul. Dan ben je gewoon jaloers op Logan Paul, omdat hij, ja, omdat hij heeft gedaan wat jij niet kon. Dat is fucked. Ik heb daar ook fucking veel last van. Soms ben ik ook zo jaloers als ik kijk naar video's van YouTubers dat ik denk van, zij doen gewoon hetzelfde als mij in het Engels. En zij hebben wel fucking veel geld. Snap je? Dan denk ik gewoon, waarom heb ik dit te danken? Waarom ben ik in fucking België geboren? Oké. Ik ga niet liegen. Ik wil ook een Paul wel een leuke YouTuber. Ik kijk hem niet meer zoveel soms al. Ik kijk hem eigenlijk echt niet meer zoveel. Maar ik snap wel dat mensen hem leuk vinden. Eerst gewoon Enzo Knol voor mensen die 15 zijn, die 16 zijn, die 14 zijn, weet ik veel. Dat is slim. Hij heeft de perfecte doelgroep op YouTube en hij maakt die video's perfect. En mensen kijken die shit fucking veel en hij groeit fucking veel. En hij is fucking groot en hij is zo snel gegroeid. What the fuck. De Logan Paul broertjes hebben, denk ik wel, 5 miljoen subs gehaald in een jaar. Dat is, what the fuck. Maar oké. Iets wat ik tot een paar weken geleden niet wist, was dat Logan Paul veel fucked up shit heeft gedaan met Rice Gum. Zo gewoon zo fake shit. Dat is echt domme fake shit. Dat ze kleren gingen stelen van elkaar en elkaar gingen rippen en zo. En gewoon die typische YouTube beef gingen starten. Maar dat het gewoon echt fucking fake was. Dat is ineens hun besttijden. Snap je dat Armo en DutchTuber en Snapking en zo, hun beef was beter uitgedacht dan die van Logan Paul en Rice Gum. Lekker. Joey is een flik. Hij mishandelt ons, kijk. Hij mishandelt ons, kill. Hey Joey, jij bent een flikker, man. Jij bent een flikker, man. Joey, kijk. Kijk dan, Joey. Kijk dan. Kijk dan, homo. Kijk dan, homo. Hallo, dit is Acid die deze video edit. Bij nader inzien moet ik zeggen dat deze beef van Armo en zo, dat dit echt een goede video is. What the fuck, dit. Echt onder de indruk. Holy shit, ik had deze video nooit achter gekeken. Dit is echt nice. Als je een video gaat maken waar je kleren gaat stelen van iemand anders, en op een bepaald moment zie je gewoon dat Rice Gum hetzelfde aan het filmen is. Ik weet niet wat je dan probeert, maar... Het is tijd voor fail mail. Ik weet niet welke post dit is. Er hangen wel veel postzegels op, dus ik denk wel dat het iets nice is. Er is iets van Kozijnsamber. Thanks Kozijnsamber voor dit ding. Het is een schilderij. Look, it's me. It's very pretty. Toen had ik nog haar. Willen jullie nu ook post naar mij opsturen? Er komt een postbus. Ik meen het, ik heb dat al 1000 keer gezegd, maar nu komt het echt. Dag Nathan, er is een schilderij, heb ik vorig jaar gemaakt op school. Wow. Ik wou dit komen brengen naar je huis, maar ik had het thuis vergeten toen ik voor je deur stond. Oeh, dat is echt kut. Groetjes aan Brukkelzijns, wel thanks. Willen jullie nu ook shit opsturen naar mij? Stuur dan, weet ik veel, eten op of zo, en geld en eten en water en shit. Jullie kunnen ook altijd gezichtstattoes opsturen en plaktattoes, snoepjes. Ik had nooit gedacht dat Logan Paul zo lang pop-in ging blijven. Ik dacht dat hij zo'n hype ging zijn voor een week. Dus hij is al fucking bekend voor fucking lang en hij is fucking stabiel. Hij pakt, weet ik veel, 60 miljoen views per maand of zo. Stabiel. Ik weet niet of veel van jullie naar Logan Paul kijken, waarschijnlijk wel. En ik snap waarom. Ik snap waar zo leuk is aan Logan Paul. Hij is gewoon zo positief over alles en hij is zo, en hij is zo bah. Snap je, maar dat is dan ook weer wat zijn vlogs fake maakt. Niet iedereen is elke dag, Sommige mensen hebben ook gewoon eens een slechte dag. En als hij dat vlogt, ja, zijn typetje is gewoon altijd blij. Als je naar video's kijkt, zou je er gewoon blij van moeten worden. Niet zo kijken naar een YouTuber die de hele dag vlogt. Oh, mijn naam is... I have a crippling depression. Snap je, Logan Paul is meer zo... Yo, what up, Logan? Today, new vlog on my channel. Dan zo gewoon normaal, snap je? En natuurlijker. Hoe erg dat ik het ook vind om te zeggen, misschien ben ik ook wel een beetje jaloers op Logan Paul. Snap je, hij heeft gewoon het perfecte leven en hij is bekend geworden met wat hij graag doet. Oh, jammer van zijn broertje, snap je? Als hij zo bekend bent dat je broertje zegt zo'n fucking AIDS-ding. Dat is ook wel gewoon soms is overwegen om hem neer te steken in zijn slaap of zo. Dat zou YouTube beef zijn. Gewoon er is zo, Logan Paul killed Jake Paul. Zo YouTube die shit demonetize, ik denk het wel. Voor YouTubers als zijn, boeit het ook niet dat sommige video's gedemonetized worden. Snap je, als één video van hen gedemonetized wordt, what the fuck, ze hebben nog 1000 anderen die fucking veel geld opleveren. En ze verkopen fucking veel merch. En ze verdienen geld met niks doen. Voor mij, als er één video gedemonetized wordt, ja, rip geld. Bij mij is die 100 of die 200 of die 300 euro van één video wel belangrijk. Nu over de thumbnail. Ik was ooit eens in Amsterdam en toen ging ik naar een station en nee, bullshit, ik heb dat gefotoshopt. Heb ik Logan Paul eens gezien in het echt? Ja, zeker. Ik liep eens op Schiphol en ik wist dat Logan Paul op dat moment ook in Nederland was. Ik weet niet waarom. Ik denk Vidcon, maar ik ben niet zeker. Ik denk het niet. Ik liep dus over Schiphol en ik wist dat Logan Paul en heel zijn team daar ook was. En dus ik wandel met mijn familie zo over Schiphol met onze koffers en zo. En op het moment dat ik aan het stappen ben, zie ik ineens een fucking grote groep met echt fucking veel mensen. Maar in het midden gewoon, ja, een vlogcamera. En ik als YouTuber dacht, oeh, vrienden. En toen keek ik goed en toen zag ik, wow. Holy shit. En dat was Logan Paul. En ik dacht van, ik wil een foto. Maar op dat moment had ik geen iPhone, want mijn iPhone was kapot. Zo voor de 1000ste keer. Dus ik kon geen foto nemen. Dus eigenlijk stond ik daar gewoon...
Misschien maak ik ooit nog eens samen met mijn video. Dat we gewoon, weet ik veel, elkaar neersteken en shit. Zo wel leuk zeg. Maar ik respecteer iedereen die naar Logan Paul kijkt. Ik zelf ook. Ik snap waarom je naar Logan Paul zou kijken. Ik snap niet hoe je naar Jake Paul kan kijken. Dat weet ik eigenlijk niet. What the fuck. Dat is echt fucked up. So, ladies and gentlemen. Bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het niet leuk? Smash zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. En ik ga nu even weg. Tot de volgende keer. Tot. Kut, mijn oren. Fuck shit. Tot de volgende keer, ladies and gents. Don't forget to like and subscribe.